van die accordeonschoenen. Ken jy die? Wat zijn dat? Van die laarzen of uks vooral en zo, dat soort schoenen. Dat die hele zool zeg maar dubbel is geklapt. Oh, dat je zeg maar, dat je zo naar de zijkant loopt en dan ja, dat je op je... Dat je half op je hiel loopt. Schoenen en dan in het roze. en dan dat je denkt, ja, hoeft niet. Kan ook anders. Van die sportschoenen met zeg maar Nike's met een hak. Oh ja, die zijn ook manstaltig. Ik vind het heel aantrekkelijk als een meisje stijlvol gekleed is. En daarin subtiele keuzes maakt. Als iemand heel erg heftige keuzes maakt, dan denk ik altijd een beetje van oeh. Sowieso lelijke kleren. Ja, maar dat hoeft niet altijd. Kan ook best wel soms. Sexy zijn in lelijke kleren? Ja. Maar dan, of iemand dan of maakt iemand de kleding sexy je toch sexy? Nee. Kleding maakt je niet sexy. Kleding laat alleen zien wat voor soort iemand jij bent. Uiteindelijk is iemand sexy met zijn kleding uit. Wat ik altijd heb, als je dan weet ik veel, in gesprek bent met een meisje of zo, en het maakt niet uit wat je zegt of wat je vindt, zeg gewoon van ja, heb je gelijk. Leuk, tof. Niet echt een eigen mening hebben of zo. Dat vind ik bloedirritant. Het betekent eigenlijk gewoon alleen maar dat ze heel erg leuk vinden. Ja, maar het dat ze verlegen zijn, hè, misschien. Ik vind het irritant. Waarschijnlijk doen ze dat helemaal niet expres. Ja, oké, okay. Het is pet irritant. De drie pilaren van Simon Carré: geen ambitie, slecht verzorgd, onverzorgd, onintelligent. Ja. En heel snel een korte toelichting. Al kan ik geen intellectueel gesprek met iemand voeren, of het gaat alleen maar over de kleur van de muur of de kleur van de lucht, dan wil ik niet langer dan 5 minuten met je praten, ben ik zo snel mogelijk weg. Al heb je geen ambitie, dat vind ik persoonlijk, ik vind dat gewoon niet aantrekkelijk. Het kan zijn je eigen kapperszaak of huisvrouw worden of de beste businesswoman ter wereld. En de laatste, onverzorgd, dat is gewoon een dingetje van douche, was je haar, poets je tanden. Als je één van die pilaren mist, ik ben dan gewoon, ik gillend weg. Hoe gil je dan? Een soort van, het is een C minor. Ik probeer hem soms door te krijgen een D. Ja. Het is op een goede dag. Ja, ze hoeft er voor mij niet uit. Het is dan als een havik. Maar ik bedoel... Ja, ik vind juist die kleine imperfecties aan meisjes vind ik vaak wel leuk. Als bijvoorbeeld zeg maar, een meisje bijvoorbeeld, zeg maar, net iets van die flapoortjes heeft of zo. Ik vind dat altijd wel schattig. Of gewoon net even een klik. Ja, hoeft ze een havik inderdaad te zijn. Maar gewoon, qua uiterlijk kan ik best wel veel hebben, denk ik. Maar... Bij de ene vind ik dat lelijk, maar dat kan ik bij iemand anders weer heel mooi vinden. Ja. Dus... Uiteindelijk vind ik dat niet lelijk. Ja, ik vind diegene gewoon niet mooi, zeg maar. Gewoon, dat spreekt me niet aan. Ja, ik vind persoonlijk, vind ik heel veel make-up niet. Je moet wel naturel. Slechte adem. Onbeschoren. Arrogant of neerbuigen naar andere mensen toe. Dik. Als ze echt te dik zijn, ja, sorry, daar kan ik echt helemaal niks mee. Werk klimmen. Je moet wel lekker ruiken gewoon. Ja. Mensen hebben sowieso ook geur vanuit natuur en dat vind ik ook belangrijk. Dus zonder parfum en al die geintjes hebben mensen ook een soort geur en dat moet echt klikken. Oh, doe even uit, schatje. Heb je even? Dit klinkt heel slijmerig, maar oh nou. Ik moet eerlijk zeggen, ik irriteer me echt bijna niet aan mijn vriendin. Ik heb misofonie. Als mensen naast mij gaan kauwen, slurpen of eten, word ik woest. Woest, echt wit heet. Ik derail fucking treinen als mensen appels eten naast me in de trein. Ik word daar echt, ik kan letterlijk, ik loop naar een andere coupé toe zo. Ik kan er echt op een gegeven moment. Nou, ze eet zoals mensen doen. En dat irriteert me af en toe. En ze ademt, word ik ook gek van. Hou dus mee op, even serieus. Stop. Ik hou niet van strebertjes. Dat je bijvoorbeeld op maandag zegt van, ja, ik luister bijvoorbeeld naar hiphop. En dat zij op een gegeven moment op woensdag met een hele Wu-Tang outfit komt en een muts waar Tupac op staat en dat soort shit. Dat je maar Sergio, dit is toch nooit echt gebeurd? Ze vraagt stelt me toch een vraag? Ja, maar we komen zo door een geniale antwoord heen. Dat is geniaal. Dit is toch niet iets wat echt gebeurt? Ja, dat gebeurt. Strebertjes. Nee, lul niet uit je mix, joh. Ja, ik weet het denk ik wel. Zeg maar dingen vragen waarvan ze het antwoord zelf eigenlijk wel weten. Of tenminste, zeg maar, ze vragen iets aan je. En je zegt dit en dan doen ze het alsnog dat. Want ze wisten van tevoren al lang dat ze dat toch gingen doen, zeg maar. Oh. Als ze me tegenhouden in mijn persoonlijkheid. Je moet elkaar wel kunnen laten vieren, weet je wel. Ja, ja, je moet een beetje kunnen smeren. Net als dat je zeg maar aanmeert met een boot en dan je anker uitlaat. Maar je anker moet zeg maar, moet op de bodem liggen, maar dat touwtje moet niet strak staan. Je moet wel nog een beetje kunnen bewegen. Een beetje dobberen. Je moet kunnen dobberen. Je moet lekker kunnen dobberen. Of in plaats van zeggen wat je dwars zit, domme vragen stellen om... Dat je dus 28 vragen aan het beantwoorden bent, terwijl je eigenlijk bij vraag 14 al zoiets hebt van... Ah ja, je ziet iets dwars aan meid. Nou, ik had bijvoorbeeld laatst, toevallig, had ik tegen mijn vriendin gezegd van... Hey, luister, ik vind het even chill om vanavond gewoon alleen, ik hoef niets te doen. Ik zei van, oh, oké, is goed, weet je wel. Die was sure, er, nee, maar die was er helemaal gewoon, zeg maar, fijn mee. Vervolgens ben ik hier blijven hangen. Oh ja.
Vervolgens ziet zij dat ik hier nog ben. Yep. En daar werd ze echt. Ja, zei ze van ja, ik snap wel waarom, maar ik ben er toch boos over. Is dat niet een vrouwding? No offense. Meer zo een soort van. Wauw. Nee. Ik wil een man dat ook kunnen noemen. Ja, zeker. Mag dat eruit, alsjeblieft? Dat is het een vrouwding. Als het grappig is, gaat het erin. Oh, ik breek je camera. Ja.